Hello! Thanks for watching our video on the Dutch museum culture with the emphasis on youngsters visiting museum in the Netherlands. Let's first start by looking at some facts and figures. Look, this is a museum. In the Netherlands, there are a total of 451 museums. This rice grain symbolizes a museum visitor. But luckily, it's not the only visitor. Each year, a total of 25.9 million people visit a museum in the Netherlands. That's 2.7 million more than in 2013. 7.2 million visitors come from abroad. Since 2011, the amount of youngsters going to a museum decreased with 4.2%. Youngsters going to a museum with their schools, however, has increased with 11%, bringing the total visits of youngsters going to a museum to 5.2 million. Looking at total numbers again, so not only the youngsters, we see that by far most museum visits happen in North and South Holland, followed by Gelderland and the 9 other provinces. Nice to see all these numbers, but who are those youngsters behind those numbers? Let's go out on the street and find out. Ik ben bij de Maritiem Museum geweest. Ik vind het leuk, want ik wil het laten zelf in het leeg en dat heeft wel goede invloed voor mij om erover te leren. Ja, ik ben wel eens naar een museum geweest hier in Rotterdam, in de kunsthal. Jazeker, ik ben een keer in het Rijksmuseum geweest en wat ik daar leuk aan vond was gewoon de historie wat er voor ons is geweest. En wat er allemaal heeft afgespeeld voordat wij hier op aarde kwamen, zeg maar. All these museums and exhibitions don't make themselves, of course. Here, a small but well-known Dutch museum designer invited us to have a look at how he works. Well, my name is Theo Braams and I'm a museum designer. I work for various museums, mainly in the Netherlands. My philosophy about designing exhibitions for a museum is that people must have fun time in a museum, but also learn a little bit. Well, here are some examples of big exhibitions we did. Jean-Paul Gaultier, Tingeli, Maritime Museum Amsterdam, the Limburgs Museum in Venlo. This is where the magic happens. Realization. Well, this is for the new Playmobil exhibition. We're painting it now and ready for transport. We prefab the whole exhibitions here in Heinenoord. We design, build, print and even produce the audiovisuals all under one roof. Once in a museum, we can build up the exhibition very quickly. Exhibitions we get asked for are very approachable, often also hands-on exhibitions, which also attracts a more younger crowd to the museums. Working and talking with the youngsters about the museum exhibitions and their opinions about it was an interesting experience. Education is important, but entertainment is what the people brings to the museum. They have to enjoy themselves. The Netherlands is a country with a high density of museums, but it could always attract more youngsters. I hope that the workshops here in the Netherlands, but also in the other European countries where YEED is active, spark the cultural interest of the youngsters. De afgelopen keer was denk ik 3 jaar geleden of zo. Niet heel vaak, dus ja, precies ja. Ja, ik ben de laatste tijd niet echt naar een museum gegaan. Vroeger ging ik nog wel veel naar musea. Ik ben in Rotterdam naar misschien 1 of 2 keer per jaar of zo. Ik heb nu een Rotterdam pas, dus ik kan oneindig naar het museum. Maar wat ik daar het leukste vond is dat je daar een historie krijgt van de stormvloedkering in Zeeland.
En dat is gewoon om een beetje terug te gaan in de tijd, dat vind ik gewoon tof. Maritiem Museum ben ik geweest. Met school zijn we daar vaak naartoe gegaan. Ik vind het wel leuk om daar naartoe te gaan, maar toch denk ik dat de informatie die ze geven is soms een beetje te veel. En ik denk dat ze meer het aantrekkelijk moeten maken voor de normale mensen die niet meteen geïnteresseerd zijn in musea. Dat ze het toch aantrekkelijk moeten maken zodat die mensen ook naar het museum toe kunnen. Now, let's have a look in one of the 451 museums of the Netherlands. With a group of youngsters, we visited the Dutch Photo Museum. Not just to watch, but also be active. Bij SKVR en het Nederlands Fotomuseum kun je onderdompelen in fotografie en beeldcultuur in de breedste zin. In de 10 tentoonstellingen per jaar vind je de meest uiteenlopende onderwerpen. Mode, reclame, documentaire, portret en natuurfotografie. In onze programma's ben je op verschillende manieren met fotografie en media bezig. Fotografie kun je benaderen als kunst. Anderzijds luidt het gezegde een beeld spreekt meer dan 1000 woorden. Het Fotomuseum bewaart in moderne depot bijna 5 miljoen beelden van Nederlandse fotografen, bekend en onbekend, professionals en amateurfotografen. Samen omspannen de archieven in de collectie 175 jaar fotografiegeschiedenis. Kijken naar een beeld en erover praten helpt je om de boodschap van de fotograaf te begrijpen en zo de wereld om je heen van verschillende kanten te bekijken. Beeldtaal is ook taal. SKVR en het Nederlands Fotomuseum. Voor jou enthousiast maken voor fotografie en media. En kritisch leren kijken naar de beelden om je heen. Nou, ik heb een paar jaar geleden in Chicago gewoond en ik ben dan daar naar het Field Museum geweest, het Science Museum. Het zijn museums met skeletten van dinosauriërs. Je kan kleding bekijken, wapens en het geschiedenis van het museum. Geschiedenis is misschien niet hetgene wat alle jongen interesseert, zoals ook het Maritiem Museum. Er zullen vast wel jongeren zijn die daar geïnteresseerd in zijn, maar ik denk dat als je echt jongeren wilt trekken, dat je toch moet meer gaan naar recente gebeurtenissen en daar dan musea van maken. Ik zou een museum over eten beginnen. Culinair eten. Not all exhibitions have to be seen in museums. Art, culture and history can also be found in public places. A good example of this is here in the Markthal. Built in 2014, right on the exact location where Rotterdam was born, more than 1000 years ago. We staan hier op het diepste niveau in de parkeergarage van de Markthal. En de Markthal is een koopwarenhuis midden in Rotterdam. Toen dachten we van we moeten er ook nog meer mee doen, zodat het publiek ook kennis kan nemen van die verhalen en van die vondsten uit Rotterdam. En toen hebben we hier in de Markthal, je zou kunnen zeggen, een gratis museum ingericht. En dat museum, dat heet de Tijdtrap. En hier op de -4, op het diepste niveau, hebben we de oudste vondsten die we in deze bouwput gevonden hebben. En dat zijn vondsten uit 1000 jaar geleden van een boerennederzettingje dat hier aan de oevers van de Rotte heeft gelegen, voordat er sprake was van de stad Rotterdam. En als we nou naar boven gaan met de roltrappen, dan komen we eigenlijk in de middeleeuwse stad Rotterdam terecht. De Tijdtrap zijn niet alleen vitrines met archeologische vondsten die we hier gedaan hebben, maar ook de trap zelf met aan de zijkant de jaartallen van belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Rotterdam. En naarmate je dus verder die trappen opgaat, kom je steeds meer in het heden. Maar we staan nu op de -3 en we zijn nog in laat middeleeuws Rotterdam. Bij elke vitrine van de Tijdtrap heb je ook een touchscreen waarop je makkelijk informatie kan vinden over alle verhalen die er kleven aan de archeologische vondsten die daar tentoongesteld worden. Maar je hebt in de Markthal zelf ook nog een beeldscherm waarin je informatie kan krijgen over de geschiedenis en archeologie van het gebouw. We hebben gekozen om het op deze manier hier allemaal neer te zetten, omdat de archeologische vondsten ook echt gedaan zijn hier in de bouwput van de Markthal. Dus het is fantastisch om die vondsten op dezelfde plek te laten zien waar ze ook ooit gevonden zijn.
En het aardige is natuurlijk, in de Markthal komen miljoenen mensen per jaar. Het museum is gratis, dus mensen kunnen er gewoon zelf langs lopen. En de een is meer geïnteresseerd dan de ander. En als je je nou realiseert dat in de Markthal vorig jaar zeg maar zo'n 8 miljoen mensen zijn gekomen. Die zijn natuurlijk niet allemaal voor de tijdrop gekomen. Maar laten we zeggen dat er 5% daar wel kennis van heeft genomen. Dan praat je toch over 400.000 mensen. En dat is natuurlijk een flink getal. Nou, we proberen natuurlijk met de tijdrop zoveel mogelijk mensen te bereiken. En eigenlijk allerlei doelgroepen. Wat je ziet is dat vooral kinderen heel erg geïnteresseerd zijn in die oude dingen. En we hebben hier ook educatieve programma's die rond de tijdrop hangen. Je ziet natuurlijk ook veel jonge volwassenen met hun kinderen langskomen. En oudere mensen die de geschiedenis van de stad geïnteresseerd zijn. En het gekke is, als je het over de jongeren hebt, laten we zeggen zo tussen de 15 en de 20. Dat is een hele lastige groep, denk ik, om die echt te prikkelen voor dit soort zaken. En die komen natuurlijk ook en die kijken af en toe ook wel eens. Maar dat is best een uitdaging. So, reaching the youngsters for exhibitions and museums is challenging, to put it diplomatic. But what if youngsters would have to make a museum of their own personal life? We asked them, what is your most important item that would get an important place in your personal museum? Het voorwerp wat ik in mijn museum, eigen museum zou zetten, is mijn hond. En de reden daarvan is, een hond kan niet praten, maar met emotie kan die wel veel bij je brengen. Losmaken, je steunen, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Nou, als ik iets persoonlijks in mijn museum zou neerzetten, zou dat dan een beeldje van mijn zoontje zijn. Waarom? Omdat ik op een heel jonge leeftijd vader ben geworden en hij eigenlijk mijn inspiratie is geworden van mij als meubelmaker. Oh.